Hallo, ik ben Christel. Dit is een persoonlijke reading. Welkom, degene die kijkt. Dit is nummer 112. De reading die besteld is door iemand. Dit is ook weer een tweelingziel reading. En we gaan kijken hoe de energie is voor dit stel. Allereerst valt mij op. Dat is de eerste kaart dat dit stel echt eigenlijk ontzettend veel van elkaar houdt. Er is heel veel liefde tussen dit stel. Ja, ook van zijn kant heel veel liefde. Ja, en er is ook aan zijn kant, ja, hij doet stiekem, we spioneren haar. Hij houdt haar in de gaten, misschien via Facebook. Kijk haar foto's, ja. Hij houdt er wel een beetje in de gaten, informeert misschien naar haar. Hij gaat ook dingen doorhakken. Hij gaat zijn waarheid vertellen. Want het rad gaat draaien in het voordeel van hem en voor de andere tweelingziel. Zijn vrouwelijke partner. Het gaat allemaal draaien in deze relatie. Alle karmische dingen vallen eraf. Ook zijn karmische dingen. En als zij iets achter zich moest laten, dan wordt dat ook... Komt het ook achter haar te liggen, dan gaat het ook uit haar leven. Want er komt een mooi, passievol nieuw begin voor dit koppel. Alles komt weer in balans tussen deze twee. Want ik voel wel dat, misschien beide partijen zijn niet gelukkig met de huidige situatie. Ze voelen zich verveeld. Hij is druk aan klanten geweest en zij misschien ook, maar het geeft niet de voldoening. Dus ja, hij kijkt niet zo gelukkig. Hij mist wat in zijn leven waarschijnlijk, zij ook natuurlijk. Samen fantaseren ze over elkaar hoe het zou zijn om bij elkaar te zijn. Maar wat zich af gaat spelen, in het begin heb hij gezegd, nee, deze cup wil ik niet. Ik wil deze beker niet, ik pak hem niet aan. Het universum die zei, hier, alsjeblieft heb je tweelingziel. Waarschijnlijk heb hij gezegd, nee, dat kan ik niet doen. Ik wil dat niet. En misschien hebben ze het ook gezegd, maar het ligt eraan. In ieder geval, er is iets geweigerd van het universum. Ja, ik denk dat het zijn energie is. Ik weet niet helemaal zeker, maar er komt een einde aan een situatie. Want er zijn heel veel messteken in zijn rug gekomen. Steeds kwam er weer een messteek bij, zwaarden in zijn rug. Totdat er uiteindelijk een einde aan de situatie komt. Ja, wat ik ook oppik, dat hij denkt, met deze cup. Ja, ik neem hem niet aan, want het is niet voor mij bedoeld. En hij voelt zich niet, hij denkt, het is niet voor mij weggelegd. Dus hij is een beetje somber over die situatie. Want ik heb ook heel kaartjes. Hij voelt zich op het ogenblik, hij voelt verdriet. Verdriet. Hij voelt zich somber. Even kijken, wat was er nog meer? Ja, hij voelt ook bitterheid. Dus echt wel, hij is best wel in een sombere beetje. Want hij is een beetje sombertjes van... Hoe zal mijn toekomst eruit zien? Moet ik in deze situatie blijven? Hij is ontevreden over de situatie, niet gelukkig. Hij denkt van, het geeft me geen voldoening meer. Maar ja, het gaat de wensen gaan uitkomen. Hij kan hoop hebben. Jij kan hoop hebben, de vrouwelijke tweelingziel. En ik zie ook dat de vrijgezellenkaart komt ook naar voren. Ja, misschien dat wij vrijgezel worden. Misschien gaat jij vrijgezel worden. Misschien zit je ook in een relatie kan. Een van de twee, of alle twee gaan vrijgezel worden. Zodat ze weer beschikbaar zijn voor elkaar. Ja, jullie kijken misschien uit naar deze situatie. Wachten tot jullie kansen komen. Want er komt echt een einde aan een periode. Een nieuw begin komt. Een passievol nieuw begin. Ja, het rad gaat draaien even ten gunste van jullie relatie. Ja, er komt heel veel... dit lijkt wel de toren. Er komt echt de vlam in de pan.
in de situatie. Ja, en waarschijnlijk balanceert hij tussen dingen. Deze springhaan die balanceert op een stukje gras. Ja, het is, waarschijnlijk balanceert hij tussen twee dingen. En ja, hij zorgen dat hij niet van het grassprietje afvalt. Ja, en waarschijnlijk hier staat ja, zijn plannen, wat hij allemaal in gedachten heeft, dat het gaat niet door. Hij zit een beetje in de knoop met zichzelf. Misschien, justitie, misschien is hij gaan scheiden, gaat hij scheiden. In ieder geval, er komt of een andere issue met het gerecht. Dus het kan een scheiding zijn, maar misschien ook iets anders met het gerecht. Maar ja, de stoel blijft in ieder geval, die wordt gevuld. De lege stoel, die wordt gevuld. Er komt iemand in je leven. Dus jullie komen waarschijnlijk gewoon bij elkaar. Ja, er komen nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden op je pad. Er wordt een opening gecreëerd, zodat je daar zo heen kan lopen. Ja, blijf vooral in het hier en nu. Denk niet zoveel aan het verleden en denk niet ver vooruit. Blijf, ga gewoon je eigen ding doen, vrouwelijke tweelingziel. En geef je over aan het universum. Dat moet hij ook doen. Misschien hebt u ze eigenlijk al overgegeven aan het universum. Maar geef je over aan het universum. Want geluk is aan jullie zijde. Het kan ook zijn dat hij een boomschutter is. Maar geluk is aan jullie zijde. Ja, blijf je vooral openstellen voor elkaar. Want dit kan de ware zijn. De partner van wie je op zoek bent, heb je al ontmoet, staat er. Hier staat ook, ja, je zielsverwant kan heel anders zijn dan je verwacht, anders dan jouw type. Ja, misschien viel jij nooit op deze soort types, maar hij kan heel anders zijn dan je verwacht. Dus ja, hij kan misschien van een andere cultuur zijn, andere religie hebben, ja... Misschien denk je van, ja, normaal val ik niet op zulke types. Maar er komt verzoening tussen jullie. Er staat ook iemand uit je verleden, komt opnieuw in je leven. Ja, die stoel wordt weer gevuld dus. Maar hij is net als die springhaan. Hij balanceert een beetje op die grassprietjes. Proberen dat hij er niet afvalt, maar de vlam gaat in de pan slaan. Maar hij zegt wel, ja, er komt ook, het is wel een leerproces natuurlijk waar jullie in zitten. Maar er komt, heling komt aan. Ja, geloof dat, dat dingen dus uitkomen. Dat dingen wat je dacht, het is niet mogelijk, die worden mogelijk. Believe in the impossible. Misschien denk je dat het gaat niet meer gebeuren, maar geloof dat er... Nieuwe kansen komen, dat er dingen worden, ja, paden worden geopend voor jullie. Dat er nieuwe kansen komen, nieuwe mogelijkheden en paden die worden geopend. Ja, er komt, hij zegt ook, ja, ik laat je niet gaan. Nee, hij observeert je. Hij wil je echt niet laten gaan. Hij wil echt het oude met zijn zwaard doorsnijden, alles wat er niet meer dient. En er komt een geheel nieuw leven voor jullie. En zelfs de liefde, ja, de liefde die stroomt helemaal over, die cups of love, die stroomt helemaal over. Dus het ziet er heel positief uit, wensen komen uit met deze sterrenkaart, alles komt weer in balans. Er komt een einde aan de situatie, een begin van een nieuwe vrijgezel. Ja, hij zegt ook, het was niet de bedoeling om je pijn te doen, het spijt me heel erg. Jij bent alles wat ik wens. Dit zocht ik al heel mijn leven. Ja, hij zegt, ik wil dit allemaal helen en goed maken. Ja, de heling komt ook aan. Want hier had ook heling. Er moet wat geheeld worden. Tussen jullie ook waarschijnlijk.
Ja, ik voel zoveel liefde voor je. Ja, het lijkt ook wel. Zijn cup stroomt helemaal over van de liefde voor jou. Ja, hij heeft veel meegemaakt met al die messteken in zijn rug. Ja, ik heb een zware periode gehad en die wil ik niet meer herhalen. Nee, hij wil nou echt vooruitkomen. Want hij verveelt zich in de huidige situatie. Hij wil dus alles in balans brengen. Mijn engelen helpen mij om alles te manifesteren. Ja, hij vertrouwt wel op zijn engelen. Dat er dingen geopend worden. Dat er openingen komen. Want hij voelt zich een beetje in de knoop zitten. Een beetje bitter op het ogenblik. En somber dus, en verdrietig. Maar geloof dat het onmogelijk en mogelijk wordt. Want er komt echt een verzoening aan voor jullie. Ja, want de liefde is enorm. Ik voelde al gelijk die liefde tussen jullie is echt onbeschrijfelijk. Met de rat gaat keren en, voor jullie. En ja, het ziet er heel mooi uit eigenlijk. Blijf je openstellen voor hem. Blijf je openstellen voor elkaar. Dit kan de ware zijn. En gelukkig zijn jullie zijde. En geef je over aan het universum. En geloof dan, en blijf erin geloven dat het ook voor jou is weggelegd voor beide kanten. En fantaseer maar lekker over elkaar. Hoe het zijn als jullie bij elkaar zijn. Goed, dat was mijn reading. Ik hoop dat het je bevalt, nummer 112. Ja. Ik hoor graag hoe het afgelopen is. Wat je ervan denkt, mail me dan eventjes. En dan ja, ben ik heel, heel benieuwd of het overeenkomt met je. Dat jij ook zo hetzelfde voelt. Wat ik nou zeg. Dus nou, ik bedank je in ieder geval voor je donatie aan mijn channel. En dat je deze reading bij mij besteld hebt. Dank je wel en tot de volgende keer misschien. Doeg!